doe maar één keer zo'n congres zelf per jaar. We helpen vaak mee met andere congressen. Het is ook echt een functie, dat netwerken, maar ook mensen op nieuwe ideeën brengen voor ons. Dus je nodigt iedereen uit de community. En je laat ze op nieuwe ideeën komen door thema's die met onderhoud van doen hebben. Door juist mensen van buiten de geëikte paden te laten bekijken. Als we vandaag die vijf hoofdthema's die we hebben, de top 5 van onze Delphi. Die is door 5 gastsprekers besproken die niet in het onderhoud zitten per se. Wat daarvoor voor hen belangrijk is. We hebben gezegd laten we de know-how van de bedrijven samen met de architecten en met kennisinstituten delen om daar dan een heel slim gebouw voor de toekomst van te maken. En het moet ook tevens nog een bijdrage leveren aan de wereld om ons heen. We hadden met elkaar een nieuw doel. Niet het mooiste gebouw, nee, de mooiste beleving voor familie De Bruyn. En dat gaf dat ontwerpteam een enorme boost. Meestal zoekt men het in techniek, procedures, om maar zo min mogelijk aan die mensen te zitten. Maar ja, de mensen zijn eigenlijk een van de belangrijkste, maar ook wel de meest kwetsbare factoren waar je wat mee zult moeten doen. Een hele innoverende dag. Een heleboel gehoord over sensoren. Nou, sluit perfect aan bij het project wat wij zelf ook gaan draaien in de industrie. Sensoren meten is weten. Dat is eigenlijk het grote thema wat vandaag naar voren komt. In plaats van het hele ingewikkelde systeem, proberen we met een heel goedkoop en minder nauwkeurig systeem even nauwkeurige metingen te krijgen. Ik denk dat technologie en dan in ons geval specifiek big data of machine learning, deep learning, in combinatie met vakmanschap er wel voor gaan zorgen dat over 5 tot 10 jaar 100% voorspelbaar onderhoud de nieuwe norm is. Het zou goed kunnen dat de helft van de mensen die er dit jaar bij zijn, er iedere jaar niet bij waren. We boren wel een heel nieuw publiek aan door onze field labs, door onze open innovatieprojecten, door de verbreding in de andere sectoren. En dat is ook heel belangrijk. Ik vond het echt een ontzettend leuke dag. Ik vond er echt heel veel snelheid in zitten. Ik vond er hele leuke sprekers. Ook heel gevarieerd, vond ik ook erg leuk. En ik heb weer veel nieuwe branches gehoord en gezien. En dat vond ik ontzettend leuk en waardevol.